Deze nieuwsuitzending die betreft een wedstrijd. Wie kan er een zonne-energiecentrale maken? Zelf. Ik zeg dat dat kan. Je kan van zonlicht, daar kan je elektriciteit van maken. Je kan er zout water mee destilleren, dan wordt het zoet. En je kan er ook waterstof mee maken. Ja, dat is een grote uitdaging. Dat kan je zelf doen. Wat je nodig hebt is een geleidend materiaal, zoals aluminium, of als je echt heel duur doet, koper, is niet nodig. Aluminium is goedkoop genoeg. En wat, dan moet je met dat aluminium, dan moet je beroeten. Dat is niet zo moeilijk. Een oude autoband is goed genoeg. Dat is wat ik zeg. En je kan ook andere dingen gebruiken. Maar autobanden. Maar met een kaars kan je het ook. Beroeten. Moet koolstof moet erop. Het is een grote wedstrijd. En ik ga jullie informeren over de chemie. Maar koolstof is het zesde element. Als je me niet gelooft, dan pak je even het periodiek systeem, de elementen erbij. En dan zie je het wel staan. Koolstof is ultiem zwart. Koolstof is een absorbent, absorbeerder van zonlicht. Van licht. In Genesis 1 staat daar dat God, het niets, dus, het niets zei, laat er licht zijn. En er was licht. Maar dat licht moet je absorberen. Dat moet jij als mens ook. Er moet een boerkaverbod komen. Want die vrouwen die absorberen geen zonlicht op die manier. Ja, ik loop me even lekker door. Het gaat over de grote zonnecentrale wedstrijd. Hoe ga je dat doen? De uitdaging is om elektriciteit te maken uit zonlicht. En dan zonder bewegende onderdelen, want alles dat beweegt, dat slijt. Ja, dan denk jij, ja, hoe moet het dan? Dat is helemaal niet zo moeilijk, man. Het eerste wat je moet doen is dat je dat zonlicht moet absorberen. Opnemen. En dat doe je met een geleidend materiaal. Want die energie die moet je door laten stromen. En dan die bovenkant waar het zonlicht op dondert. Dat moet beroet zijn. En die roet moet je door. Daar moet iets van een laagje overheen, want roet op zich is geen kleefstof. Daar moet je even over nadenken. Hoe je dat gaat oplossen. Dan kun je denken aan zonlicht doorlatend plastic.
En dan zelf even uitpuzzelen wat het goedkoopste is. Ja, je absorbeert die warmte. Alles, het hele spectrum gaat erin. UV, het middelstuk, de groen. En ook het lage stuk van het infrarood. Alles gaat erin. En het wordt fucking heet. Heb je die hitte opgevangen? En wat doen we met die hitte? Nou, hebben we een heel leuk ding. En dat heet het Seeberg effect. Een Peltier element. Dat wordt in de regel gebruikt om te koelen. Ideaal als je gaat kamperen met je vrouw. Heb jij nog koud bier? En dat kost je elektriciteit. En dan koel je zonder bewegende elementen. Pure koeling. Daar worden Peltiers voor gebruikt. En een Peltier is niets meer dan een bimetaal. Er zijn twee verschillende metalen en die hebben een verschillende uitzettingscoëfficiënt. Want het ene metaal, als je dat verwarmt, dat zet zoveel uit. En het andere metaal dat je verwarmt, dat zet minder uit. Nou, als je die twee metalen aan elkaar vast soldeert, schroeft of whatever. En de ene die ga je verwarmen en die wil uitzetten en die andere wordt ook verwarmd, maar die kan niet uitzetten en dan krijg je een spanning tussen die twee metalen en die zet zich om in een elektrische stroom, net als andersom. Seeberg effect. Het heeft een rendement van 0,1 broekzak. Je kan het even opzoeken op Wikipedia. Heel gerekend hoor. Want die, als je dat Seeberg effect, S-E-E, en dan berg met een H op het einde. Seeberg. Nou, er komt spanning uit. Maar dan moet je Peltier elementen. Ik zou ze kopen. Ja, dat gaat je wel richting de 100 euro of 80 euro. Dan heb je er een aantal. Nou, wat je nog nodig hebt is een stuk aluminium. En dan moet je beroeten. En dan iets van een epoxyhars eroverheen. En maak er een leuk dingetje van. Zodat het lijkt op een plant. Op een bloem. Gewoon iets schijnends. Er zei een fan tegen mij. Van ja, wat je kan doen. Is je neemt je aluminium. En dan ga je eerst helemaal knippen. Dan maak je er mooie dingen van. En goed in elkaar schroeven. Misschien moet je daar koper voor gebruiken. Koperen schroeven. Je maakt een soort van een hele grote plant. Nou, en dan doe je er lijnolie overheen. De allergoedkoopste suffige olie die je maar kan verzinnen. En dan een brander erop. Zo'n bunsenbrander die je in je hand kan vasthouden. Wat je gebruikt om verf af te branden. Een apparaatje en dan verbrand je die lijnolie. Dan wordt het gitzwart. Maar het worden korrels. En dan daaroverheen een epoxy. Hars. Dat vangt een partij
wattage op. Hier in Nederland is dat 100 watt per vierkante meter. Jaar gemiddeld. Dus inclusief nachten en winters. 100 watt. Nou, dan moet je eronder een koeler hebben. Dus een koelstation. Net als een plant heeft, neem een bomen. Een boom die is boven de grond en onder de grond. Die boom heeft takken en wortels. En aan de onderkant moet je een koeler hebben. Daar kan je water voor gebruiken. Of steen. Maar dat moet wel geïsoleerd zijn. Dat zal ik zo dadelijk uitleggen. Het rendement is niet hoog. Misschien 10, 20% of zo. 30. Dus dan praat je over 30 watt per vierkante meter. Maar wat is je grondstof? Wat is je materiaal? Dat kost geen drol. Dan maak je 4 vierkante meter. 2 bij 2 meter. Dan beur je hier in Nederland dus 400 watt. En dan na 30% is 120 watt. Dat lijkt me nogal wat. Qua wat. Je hebt toch wel een tuin of zo. Nou, die koeler, daar moet je over nadenken. Zand is een goede koeler. Water. Dat kan ook. Ja, aluminium, dat... aluminium roest, maar aluminiumoxide, dat vormt een laagje. En dat roest verder niet door. Hè? Dus water is een goede. Een koper, dat roest helemaal niet. Misschien de wortels van koper. En dan een hele grote bak met water. Dan moet je even uitrekenen wat je er binnen krijgt. Het is niet de bedoeling dat die waterbak gaat koken. Nou, en overdag, dan komt die zonnestraling komt erin. Die warmte, die gaat door het Peltier-element. Bimetalen. Want die warmte, die wil naar die koude toe. Je moet die warmte die je opvangt met het aluminium, zou ik zeggen, lekker goedkoop. Die warmte moet ergens naartoe. En die moet door die Peltier-elementen. En die warmte moet getrokken worden door de koude van het koelvat. En daarmee wordt het koelvat warmer. En dat is leuk. En als dan de zon ondergaat, dan is dat koelvat verhit. En dan draait de boel om. Want wat je gemaakt hebt, dat is een black body. En dan heb je black body radiation. Waarom zijn ijsberen wit? En bruine beren bruin. En waarom wonen ijsberen noordelijker en de bruine beren zuidelijker? Ja, dat is omdat ze die bruine beren met hun bruine dingetjes meer uitstralen. Denk er maar even over na. Black body radiation. Dit is de grote wedstrijd. Black body radiation. Dus 's nachts is dat koelvat
60 graden, 70 graden of zo. Moet je misschien zo'n elementje kopen. Dat je met een computertje kan kijken hoe warm het water wordt. Ik zou het niet boven de 70 brengen. Gevaarlijk. Maar dan heb je een vat met, zullen we zeggen, 1 kubieke meter aan water. Zo. Van 70 graden Celsius. En dan gaat de zon gaat onder. En dan gaat die partij daarboven, die schakelt over. En dat bimetaal doet het altijd. Dan krijg je die warmte weer terug. In elektriciteit. Dus je hebt twee keren. Het gaat van boven naar omlaag. En van omlaag naar omhoog. Die hitte. Opvangen en doorgeven. Als je dat op grote schaal gaat doen, dan creëer je nachtregen. Maar niet als je dat in je tuin doet. Dat is te weinig om effect te hebben. Maar het kan twee kanten op. Dat moet zonder meer kunnen. Heb jij een zonnecentrale in je tuin? Als je moet hebben een opvang dinges. Maak het maar van aluminium. Helemaal beroeten. En hoe je dat doet, moet je zelf maar weten. Daar moet een epoxylaag overheen. Of iets anders. Ook plastic folie kan je ook doen. Belangrijk is om die hoge energetische straling ook binnen te krijgen. De UV. Ultraviolet. Maar er zijn plastics. En die zijn UV doorlatend. Daar kan je het mee inpakken. En die onderkant moet je dan isoleren. Met steenbol. Of ouderwets met sisal. Sisal is planten, stengels, dinges. Kan je ook doen. Lekker goedkoop. Dus die onderkant, dus net als bij een boom, heb je een schors. Dan moet je een schors maken. En al die hitte, die kan geen enkele kant op. Die moet naar beneden, waar het koelvat zit. En tussendoor zitten die Peltier-elementen en die geven dan een rendement van zoveel. En dan in de nacht slaat het om, want dan wordt die bovenkant helemaal koud. En dan is het de onderkant is nog warm. En dan krijg je het contra-effect. Schat ik. Ik heb dat nog niet gelezen. Maar ik neem aan dat het zo is. Dit is de grote zonne-energiecentrale wedstrijd. Klopt het wat ik zeg? En dan krijg jij een spanning, een gelijkspanning, met zoveel ampère. En wat doe je ermee? Als je er niks mee doet, dan gebeurt er niks. Die Peltier-elementen, die spanning die ontstaat, ook een klein beetje beweging...
als je daar niks mee doet, dan gebeurt er niks. En wat doe je ermee? Je mobieltje opladen, bijvoorbeeld. Ja, doe het. De grap is, als wij dit onder de knie krijgen, want je hebt die hele ingewikkelde formule over de effectiviteit, efficiency, van een Peltier-element. Het heeft heel veel te maken met het temperatuurverschil. Dat mag niet te groot zijn. Die Peltier-elementen moet je heel zachtjes aanspelen. Er mag iets van 3 graden verschil zijn. Het staat allemaal op Wikipedia. Dus je moet zonder meer, als je begint met lekker vetten, je doet, laat maar zeggen, 1 bij 1 vierkante meter. 1 bij 1 meter, dus 1 vierkante meter. Laten we daarmee beginnen. Je beurt wat, man. Op een zomerse dag, dan krijg je 600 watt naar binnen. Dan gaat de temperatuur van de bladeren, die gaat naar iets boven de 180 graden Celsius. Als je dat gaat downburnen door een enkel Peltier-element, dat heeft geen enkele zin. Dat produceert niks. Daar moet je rekening mee houden. Dus dan moet je gaan uitrekenen dat je van een Peltier-element, als je die goedkoop koopt. Het zijn van die kleine dingetjes. Van 3 bij 3 centimeter, 4 bij 4 centimeter. En die moet je kopen per 100. Dan zijn ze goedkoop. Ja, dit gaat over de grote zonnecentrale wedstrijd. Met duurzame energie. Want een Peltier-element, dat slijt niet. Ja, het slijt zoals een buizenversterker. Maar het slijt niet. Je moet ze vervangen, maar ze zijn rete goedkoop. Ja, doe het zelf. Dan ben je ook gelijk van de hele CO2-angst af. Dan zie je wat de zon geeft aan energie. En die zet je om in elektriciteit. Direct. Zonder bewegende onderdelen. En misschien na 150 jaar... Dan moet er een onderhoudsbeurt komen. En dan gaan de Peltier-elementen, die worden eruit gehaald. En dan komen nieuwe Peltier-elementen voor terug. 150 jaar. Ik praat toch geen Frans of zo? Iets wat niet beweegt, is slijtvaster. Te doen. Het enige wat ik mij nog afvraag nu, is van als dan die Peltier-elementen, die zitten ertussen, heb je de warme kant en de koude kant. En als dan de onderkant, dus de koude kant, die is dan bij de nacht is die warmer,
En de normaal gesproken warme kant is bij de nacht is die kouder. En wat gebeurt er dan? Er moet een gelijkrichter op. Maar iemand als Jos Verstraeten, die op Facebook staat, die lost dat zo voor je op. En na 150 jaar de Peltier-elementen vervangen. Maar hoeveel Peltier-elementen naast elkaar? En hoeveel lagen? Ja, dat is een ding om over na te denken. En ik vind ook dat die Peltier-elementen module, die de elektriciteit oplevert, hè? Dat moet een ding zijn wat met bouten aan elkaar geschroefd is. Super strak. En daarbinnen alles met lijm. Alles aan elkaar gelijmd. In één keer vastplakken. Om die warmte te verdelen. En door te pompen. Misschien heb je er wel. Ja. Als je van een ding uitgaat van 1 bij 1 meter. 16 Peltier-elementen. 4 bij 4 en dan 4 lagen dik. Een gokje. Nou goed, alle andere dingen waarmee je zo'n boom ondersteunt, want dat gaat ook waaien, dat ken je allemaal wel. Hè? Dat moet ondersteund worden, maar niet met metaal. Maar met hout. Goed vastzetten met hout. Je hebt een continue energiebron. Je hebt 100 watt per vierkante meter. Even uitrekenen. Ja, en daarvan 30%. Is de officiële wedstrijd en het gaat alleen om de eer. Je hebt in Nederland 100 watt. Dat is 100. Bij vierkante meter. Ja, dat is 100 joule per seconde. Dus. Dit is 100 watt, dat is joule per seconde. En dan doen we even keer 1000. Heb je 100.000, heb je kilowatt. En dan. Nee, dat doe ik fout. Over. Het gaat om jullie. Dit gaat niet om mij. Ik wil dat jullie dit gaan doen. Dit is een wedstrijd voor de eer. 100 watt per vierkante meter. Nou, heb je een vierkante meter en hoeveel uren zitten er in een jaar? Die maat is hoeveel, je hebt 1 joule per seconde, maar hoeveel kilowattuur per jaar? Zeg ik dat goed? Ja. Dat gaan we uitrekenen. Dus we gaan uit van 100. En dan moeten we naar kilowattuur naartoe. Hè? Dus dan heb je als eerste maken we daar keer 36. Dan zitten we op uur.
360.000. Kost 25 cent. Een kilowattuur. Dat is 25 cent. Nu even doorrekenen. Een kilowattuur is 360.000. Delen we dat van een kilowattuur. Dat wordt eerst als een kilowattuur, eerst even delen op de kaas. $3600. En dat gedeeld door 25 cent. Dat doe ik even gedeeld door .4. Het €9. Dat je het even weet. En daarvan dan 30% of 20%. Ligt er maar aan hoe goed je het doet. Hè? En dan praat je toch over... ja, winst. Maar wat kost zo'n zonne-energiecentrale nou? Iemand heeft een sloopauto. Oké, kom maar op met die rotzooi. Ik moet een slijptol erop. Een geinemen. Dan de boel gitzwart maken. Eerst de boel in elkaar zetten. Met de boutjes controleren. En je moet sisal hebben voor de isolatie. Je moet een koude opvang hebben. Die Peltier elementen moet je voor elkaar hebben. Maar die rotzooi kost geen donder, man. En die thermogeleidende lijm, dat kan je ook zo kopen. Dan moet je een hele pot kopen in één keer. Dan lijm je al die meuk in elkaar. En hou er rekening mee dat je dat deel vervangen moet kunnen over 150 jaar. Want je bent bezig met duurzame energieopwekking. Namelijk het omzetten van de zonne-energie middels metalen in elektriciteit. En met elektriciteit kan je doen wat je wil. Ja. En hoe lang kan je rijden op een zonnecentrale? Ja, probeer het uit. Dan heb je een aantal accu's over waterstof. Dat is ook nog wat je kan doen, hè? Dat is helemaal, als je de hoofdprijs wil winnen in de grote zonne-energiecentrale quiz, wedstrijd. Wie is de grootste slimmerik? Ja, wie maakt er waterstof? Wat denk je dat je hier in Nederland aan waterstof kan maken? En waterstof maken is helemaal niet moeilijk. Geen bewegende onderdelen. Het enige wat je nodig hebt is een spanningsverschil. En dat spanningsverschil, dat kweek je op, doordat de bovenkant, die wordt er rete heet van de zon. En die onderkant is totaal in het donker en geïsoleerd. Dat geeft een spanningsverschil. Nou, daarmee kan je water scheiden in waterstof en zuurstof. En vreemd genoeg... En dan moet je even kijken, want dan zie je precies hoe het zit met H2 en O2. Ingewikkelde scheikunde. Maar waterstof is uitermate explosief. Dat is een brandstof.
je kan een zonne-energiecentrale maken. En dan heb je een tank in. En die vult zich met waterstof. Daar moet je even over nadenken hoe je dat gaat uitvoeren. Ik zou koper gebruiken. Dan moet je een tank hebben. En aan de ene kant heb je een uitlaat. En dat maakt niet uit. Die mag je open laten staan. Dat is zuurstof. Daar heb je helemaal geen donder aan. Aan die andere kant. Die vult zich in een andere tank. Met een ventiel. En die wordt hij helemaal vol gepompt. En dan heb je waterstof onder zoveel druk. In een tank. Maar die stop je in je auto. En dan hup, aanschroeven die handel. Denk om dat ventiel gebeuren. Dan ga jij toch lekker rijden met je auto. Ja, ik probeer jullie een beetje vrij te maken. Snap je? Al dat gezeik over energie. Flikker toch op. Ga het doen. Ga maar kijken wat het oplevert. En het levert hier in Nederland niet veel op. Dat is zo. We hebben maar 100 watt per vierkante meter. Maar als wij die techniek onder de knie hebben... En wij doen een project ergens in het verdroogde Spanje. Dan laten we het daar regenen. Om dan maar te zwijgen over de Sahara. Want daar heb je 1000 watt per vierkante meter. Ja. Vroeger zeiden wij in Nederland, op een oude fiets moet je het leren. Dus met zo min mogelijk omstandigheden krijg je de les. Dan kunnen wij de Sahara gaan pachten. Dan doen we het daar wel. In de Sahara heb je 1000 watt per vierkante meter. Dus met een rendement van 30%. 300 watt per vierkante meter. Ja, kom maar op met die kunstenaars. Je moet even een woestijn bouwen. Een oerbos bouwen van aluminium. Helemaal beroet. En dan praten we niet over 10 bij 10 meter. Nee, leuk aangelegd, alles bij elkaar. Belachelijk veel kilometers. Het maakt geen donder uit. Er komt een spanning uit. Maar dan moeten wij het wel doen. En eerst moeten wij hier in Nederland de kunst onder de knie krijgen. En nee, ik heb geen zin om de maximale efficiëntie. Dat doe je zelf maar. Ik ben bijna 60, homo. De woestijn is de plek waar we naartoe moeten gaan. We hebben dan een nummer van de Rolling Stones. I want to paint it black. Ja, maak het zwart. En verdiep je in het Seeberg effect. En ga een beetje rekenen. En maak een mooie tekening. Probeer het uit. Op je balkon. Waarom niet? Wat je moet hebben is een koele plek. Een soort van waterton.
En je moet een opvangstation hebben. En daartussen die Peltier-elementen. En dan gaan we meten hoeveel power eruit komt. Het gaat om jouw biologische bewustzijn. En niet om dat van mij. Want ik weet het allemaal al. Er zijn dagen geweest dat ik ook mijn zorgen maakte hoor. Van, oh, er is veel te weinig energie in. Straks is de uranium op. Dat is onzin. Als jij een meisje bent, zou er niet aan beginnen. Hè? Maar dan heb je misschien een vriendje. En dan moet je tegen je vriendje zeggen. Heb je gehoord van de grote zonne-energiewedstrijd? Van Perry Winkel. En die gaat om de eer. Wat kan jouw kerel dan produceren? Aan wat? Dat is echt heel makkelijk hoor. En een goede confrontatie van onze menselijke aanwezigheid met de energie van de zon. Want meer energie is er niet. En je mag niet de hele aarde gaan bedekken met zonnecollectoren, want dan zitten we allemaal in de schemering. Dus dat kan niet. Maar er zijn gebieden op deze aarde en daar schijnt de zon overvloedig en het ketst allemaal terug. Dat is niet nodig. Zo'n gebied als de Gobi-woestijn. Het is een nutteloos gebied. Een gebied als de Sahara. Dat is een nutteloos gebied. Daar wonen geen kinderen. Dit is niet een serieuze wedstrijd. Nee, deze wedstrijd gaat over leven en dood. Welke homo gaat dit doen? Welke homo heeft vrienden genoeg om dit uit te voeren? Dat is mijn vraag. En dan vooral belangrijk is, want wat ik beweer, hè, dat je overdag maak je een vat water warm en 's nachts koelt dat water doordat die bladeren gaan uitstralen. Dus je hebt een tweewegverkeer. Is dat zo? Klopt dat? Dat is vraag 1. Dus in eerste instantie, als jij hier aan begint, je gaat meedoen aan het grote experiment. Want alleen de empirie geldt. De waarneming, dat geldt, meer niet. Ben je nog bij mij? Mooi zo. Het is heel aanmoedigend bedoeld. Hè? Je mag het heel klein gaan doen. Je kan ook kiezen voor 70 bij 70 centimeter. Dan heb je een koelvat nodig en ja, het is dan zo groot. En lukt dat? En wat komt eruit? Qua wat? Qua joule per seconde.
En in eerste instantie niet gelijk gaan consumeren, alleen meten. Met een computer. De zonneschijn in de gaten houden. En die terugslag, alleen maar meten. En dan moet je je rekenformulier erbij pakken. Uitrekenen of je op de optimale zit. Want misschien moeten er meer Peltier-elementen bij. Want een temperatuurverschil tussen twee Peltier-elementen boven de zoveel Celsius of Kelvin graden, dan daalt dat erin. Ja, dat moet je meten. Je moet meten. En dat moet je opslaan op je computer. Tegenwoordig. Vroeger niet, hè? Toen schreven mensen dat op. Op papier. Maar nu kan je dat meten. Dat is toch leuk? Want dat noem ik dan gratis energie. Want jij gaat bezig met zoiets. En je raakt verdwaald en verdwaasd. En je bent maar bezig. Dat is jouw energie. En de hoofdprijs, die is er. Want er is namelijk geen energieprobleem. Als wij de Gobi-woestijn volplanteren met die meuk, met die technologie, de Sahara, met die technologie, daar komen watts uit, dat kan niet anders. Dan moet je waterstof gaan produceren. En wij allemaal plof, 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 plof op het plofgas. Ja. Een hele zuinige vorm van het omzetten van de energie van de zon in de energie die wij kunnen manipuleren. De zonne-energie die manipuleren wij, als het ware, met zwarte objecten. En dan ben je gelijk van al die andere meuk af. En niet dat ik tegen het verbranden ben van olie. Maar de CO2-concentratie is hoog genoeg, dacht ik. Vandaar. En als je zonne-energie direct omzet in elektriciteit, en elektriciteit, als je het opslaat in een accu, dat kan met nikkel en cadmium. Zo. Dat kan. Maar waterstof, dat lijkt me beter. Maar die kanisters, van die, net als waar ze methaan, zo, aardgas, er zit er ook in van die tanks. En methaan is uitermate explosief. Brandbaar spul. Aardgas. Maar waterstof. Plofgas. Dat kan je maken direct vanuit de zon. Dat is het mooiste experiment. Als je dat van elkaar weet te krijgen. Het gaat om de ere.
geen geld. Ik vertel jullie de waarheid. En als je zelf geen zin hebt om dit experiment te gaan doen, ja, laat het dan horen aan je vriendje. Want misschien heeft je vriendje er wel zin in. Want die heeft een oom en die heeft een Renault Clio. En die rijdt niet meer. En die moet naar de sloop. En de vriendje heeft een slijptol. En het dak gaat er even aan. En de motorkap, die nemen we ook mee. Die voordeuren. Allemaal ijzeren. Al die verfmeuk eraf branden. Schuurmachine erop. Dan beroeten. Afkoten. En zonne-energie absorberen. Hoe goed werkt dat? En dat we een landelijke wedstrijd krijgen. Van wie weet het meeste rendement, de efficiëntie, te halen uit de zon qua elektriciteit. En zijn we van al de gezeik af. Iedereen kan die televisieschotels, die allemaal gericht zijn op Yamakabo Kabiba of zo, en die satellietenapparaten, dat schaffen we af. Dat vervangen we door een collector. En dan mag je kiezen op internet wat voor soort ding je wil. Maakt niet uit. In Nederland 100 watt bij vierkante meter. Dus 30 watt. Dan heb je een ding van 30 watt. Voor een vierkante meter. Ja, wie haalt dat? En met 30 watt kan je een mobiele telefoon opladen. Trek je het in. En super bedankt voor het luisteren. Heb ik nou alles verteld? Ben ik iets vergeten? Die Peltier-elementen, dat is het duurste. Moet je even shoppen. Leuk is het om dan met een team dat te gaan doen. En dan koop je in één keer 1000 Peltier-elementen. En dan kosten ze helemaal niks. En per persoon 100 of zo. Met een mannetje of 10. Wie kan de meeste elektriciteit opwekken zonder bewegende onderdelen? Wie is de beste? En denk goed na over die verbinding. Je hebt dat hete deel overdag. En op een Nederlandse zonnige dag, dan komt er 600 watt binnen. 600 joule per seconde. En dan gaat die bovenkant, die gaat naar de 180 graden Celsius. Of daarboven. En die onderkant, ja, die moet koel zijn. En wat is dan de optimale stapeling van Peltier-elementen? En hoe ga je die hete kant... Ja, even. Je moet een experiment doen. Ik denk dat wij alles opnieuw moeten uitvinden. En dat koelvat, hoe groot moet dat zijn? En hoe zit het met die omslag als de nacht intreedt? Dan wordt de bovenkant heel erg koud.
krijg je black body radiation. En die onderkant, daar zit al dat water of whatever, steen. En daar zit die hitte. Misschien beter maar steen. Geïsoleerd, hè? Dan moet je een. Als je dan die onderkant maakt. Ik zit er even wat ideeën op te roepen. Meer niet. Maar die onderkant. Die zou ik maken van koper. En dat hoeft. Dat kunnen op zich. Het hoeft niet zo stevig te zijn. En dat. Dan maak je allemaal takken van koper. Net als de wortels van een boom. En dan heel veel. Met vertakkingen erin. Hè? Ja, die kan je laten zakken in water. Want koper, dat roest niet. Je kan het ook ingieten in steen. Met de zin dat je er cement zou in donder. En dat cement, dat vat, dan moet je een isolatie omheen maken. Kijk maar hoe je dat doet. Een hete steen. En dan wordt die steen, die wordt. Die gaat 160, 170 graden Celsius. En bij water moet je daarmee oppassen, want als water gaat koken, dan is het hele experiment voorbij. In dit geval, hè, met Peltier-elementen. Ja, denk er even over na. En ga het doen. Alsjeblieft. In mijn jeugd was iedereen bezig met natuurkunde, scheikunde. En gewoon leuke dingen doen. Die wat opleveren. Inzicht, bijvoorbeeld. Nou, wat kunnen wij nou doen met de energie van de zon? Want die is gratis. En dat tussenelement, dat weet ik ook niet, waar die Peltier-elementen zitten. Dus die bovenkant, dat is duidelijk. Je moet alsof een boom maken. Een struik, wil ik zeggen. Maar goed stevig. En dan leuk gevormd. Ja. Dat past op het balkon. Ja. Niet zo'n onhandig ding, maar gewoon een beetje een leuk ding. En dat absorbeert die zonne-energie. Nou, dan heb je die. Dan wordt het rete heet. 160, 180 graden Celsius. En dan moet al die hitte door die Peltier-elementen heen. En een Peltier-element heeft een optimale prestatie bij zoveel graden Celsius verschil. En daarboven levert het niks meer op. Als er geen temperatuurverschil is, dan komt er geen stroom uit een Peltier-element. Als er wel een temperatuurverschil is, dan komt er een stroom uit. Elektrisch. Nou, dan moet je dat optimum zien te vinden. En dat is de middelste constructie. En dat is een stapeling van Peltier-elementen. En dan daaronder, daar moet de koeler zitten. En ik zou zeggen dat je daar gebruik moet maken van koper. Bij de verbinding van het aluminium naar de Peltier-elementen. En aan de onderkant ook koper.
koper is niet zo duur. Koperen bouten, koperen moeren, want het slijt niet, het roest niet, ongelooflijk betrouwbaar. Denk om je isolatie. En kijk maar hoeveel rendement je haalt. Hoeveel efficiëntie. Weet jij te bereiken met jouw collectie van zonne-energie. Goed, hè? Je mag mij mailen, mijn nummer tipt. Nou, dat heb je helemaal niet nodig. Als je deze uitdaging uit wil gaan, aan wil gaan. Je hebt Wikipedia. Je kan alles vinden. Peltier element. Dat is Peltier op zijn Frans. Peltier. En een zeeberg. Het is hetzelfde. Direct energie. Dag en nacht. En sla die energie op. Werk daarmee. Je mobieltje is leeg. En de zon schijnt. Nou, dan doe je je mobieltje in dat ding. En is je mobieltje opgeladen. Ja toch? Al die mobieltjes hebben zo'nzelfde USB, mini USB dinges. Nee, zo'n kabeltje. Oh, zit er stroom in? Ja, zit stroom. Kan ik mijn mobieltje opladen? Ja. Ja, ook in de nacht. Hè. Maar dan moet je wel even praten met Jos Verstraten. Moet je een gelijkrichter hebben. Het was een grote wedstrijd. Ik hoop dat ik jullie aangemoedigd heb. Dan ga ik lekker naar de supermarkt lopen. Want mijn bier is op. En ik moet nog werken. Maar ik heb toch gewerkt. Want ik heb jullie aangezet. Tot de grote energie. Zonne-energie. Centrale. Wedstrijd. Geen bewegende onderdelen. En lekker klussen met je vrienden. En ja, koop collectief in. Anders wordt het veel te duur. En wees creatief. Maak eerst een tekening. En dan ga even praten met een metaalhandelaar. Want ja, niet iedereen heeft een oude Renault Clio van zijn oma. Ja. Maar je kan ook naar de sloop gaan. Geinig, man. Denk goed om dat route en die het bedekken van, van het route. Dat route is korrelig. Dat waait weg. Daar heb je niks aan. Eén regenbui, weg. Dan kan je opnieuw beginnen. Dat moet je niet hebben. Dus er moet een laag overheen. Maar dat kan je oplossen op je eigen manier. En probeer het uit. Je kan ook beginnen met als bedekkingslaag. Neem je huishoudfolie. Kost geen rol. Begin je daarmee.
een stuk metaal, beroeten, huishoudfolie eroverheen. Aan de onderkant heb je de stengel. Die moet geïsoleerd zijn. Dan de Peltier-elementen. Dan het koelvat. En meten. Ja, ga in de klas zitten. Waarbij jij zelf de onderwijzer bent. Leer jezelf iets. Kijk naar het rendement. Dat is een hobby, dat kost je geen drol. Al met al €200 en je bent binnen, jongen. Voor een paar jaar. Waar praat je over? Dat is een hobby van 5 tientjes per jaar of zo. Dat is €8 in de maand. En een fatsoenlijke hobby. Met direct rendement. Namelijk elektriciteit. En als jij dat hier in Nederland voor elkaar weet te krijgen met een rendement van 30%. Dan kan je een business beginnen. Iedereen zit te zeiken over energie dit en energie dat en CO2-belasting. Nou, daar hebben we mooi geen last van. We hebben elektriciteit en waterstof en voor de rest kan jij je ouwe hoeren. Om het maar even op Amsterdamse te zeggen. Ja toch, of niet? Ja dan. Doe mee aan die wedstrijd. Kom op man, ik heb het zelf gedaan. Ik weet van die temperatuurverschillen. En hier in Nederland, ja, het 100 watt weer. Maar al die buitenlanders, die komen hier toch naartoe. En nou, dan gaan wij lekker naar het buitenland. Gewoon een landje verwisselen. Dan zorgen we daar even voor de energie. Hoeveel vierkante meter is de Sahara? A 1000 watt per vierkante meter. Nou, kom maar op. Een of andere bankier die moet de poen op tafel leggen. En de rest doen we zelf al. Everybody happy. Geen CO2-belasting meer. De FVD schaffen we af. Dat heb ik niet meer nodig. Al die migranten, allemaal heerlijk. Jullie willen in Nederland wonen. Nou, wij gaan lekker naar de Sahara. En een beetje geld maken. In de schaduw van onze zonnecollectoren. Zie je het voor je? Een soort oase in de Sahara. En daar staan dan allemaal van die bomen. Die zijn van aluminium. En daaronder... Die koperen meuk naar die stenen. En heel veel bomen. En allemaal Peltier-elementen. Wat denk je hoeveel wat daaruit komt? Homo. Ja, maar hoe moet je dat transporteren? Nou, dat zeg ik dan net. Water scheiden. Ja, maar in de woestijn heb je geen water. Ja, flikker toch. De absolute luchtvochtigheid in de woestijn is hoger dan hier in Nederland. In de woestijn is voldoende water in de lucht. En anders begin je maar in het noorden van Libië. Met de Middellandse Zee heb je genoeg water.
Ja, ga er aan meewerken. Denk een beetje na. Of ben jij een homootje? Dat is dan moppen. Er liepen twee homo's over straat. En die ene homo, die moest huilen. En waarom moest die ene homo nu huilen? Dat is een raadsel, hè? Ja, homofiel. Doe mee aan die wedstrijd, kom op. Even officieel sluit ik af op zijn hamburgers. En dan zag ik, tjus, ontaak liebarts.